Waarom heeft God de vrouw geschapen? Omdat een hond geen fles bier uit de koelkast kan halen. Wat is vrouwenrecht? Het aanrecht. Hoe weet je dat een vrouw iets verstandig gaat zeggen als haar zin begint met die van ons zijn gezicht had? Iedereen welkom op de eerste opening in onze vitrine, de eerste opening van het nieuwe jaar. De Academie voor Beeldende Kunst start 2016 met ambitie. Ambitie niet in de zin van dorst naar roem of streven naar carrière, maar eerder ambitie in de zin van de dingen die we doen goed doen. Hoeveel vrouwen zijn er nodig om een schitterende tentoonstelling te maken? 1 zou wel kunnen volstaan, maar vandaag zijn het er 8. Eva, Lore, Heidi, Francine, Mia, Sylvie en de 2 Linda's. Dat het allemaal vrouwen zijn, is bijkomstig en bovendien ook toevallig. Ik heb ze gekozen niet vanuit een positieve discriminatie of om door Pascal opgelegde quota te behalen. Als ik al een punt wil maken, voor wie er nog mocht aan twijfelen, is het dit. Vrouwen kunnen schilderen. Allen maken ze interessant, maar zeer verscheiden werk vandaag te zien op deze expo getiteld White Spirit. White Spirit is bovendien ontvlambaar. Al even licht ontvlambaar is Eva de Vlam. In haar werken neemt de natuur het terug over van de mens. Gebouwen overgroeien met mos, brokkelen af en rotten weg. De ruwe verf uit, opgezet met paletmes, ondersteunen het thema van verval. De werken verhalen het vergelijden van de tijd en doet ons stilstaan bij onze eigen eindigheid. Een melancholische gedachte die ze gemeen heeft met romantische schilders zoals de Duitse Caspar David Friedrich. Het is dan ook niet toevallig dat zijn ijszee de inspiratie werd voor haar geschilderde ijsschotsen. Ze maakte eerst een maquette gemaakt van piepschuim en knauf. Het begon goed, maar het werd steeds groter en groter, waardoor het zich geheel niet meer overzag. Toen ze het wilde verkleinen, kwam haar enthousiaste, doch strenge leraar ertussen, die haar duidelijk maakte dat het verkleinen, oftewel terugkrabbelen, geen optie was. Dus werd het een grote maquette en later een nog groter schilderij. Ook Francine Kios en Linda Thijs laten zich inspireren door menselijke artefacten in verval. Ook zij gebruiken korrelige structuurverf, krijt en zand om desolate gebouwen en versleten meubilair weer te geven op doek. De doeken ogen melancholisch en verwijzen naar een verleden dat onherroepelijk voorbij is. Ook voorbij is het zorgeloze leven van de kippen van Heidi van der Muren, toen ze op een nacht door een sluwe vos onthoofd werden. Hij kon niet weten dat zijn bloeddorstige daad diezelfde Heidi van der Muren zou inspireren voor menig schilderij. Mooie, lieflijke diertjes die andere lieflijke beestjes verscheuren. Pels, pluimen, haren, tanden, bloed. Maar vooral de beweging en de actie van de jacht werden een onderwerp. Treffend in deze reeks van jager en prooi is het portret dat ze maakte van haar man Ronnie. Ze schildert haar geliefde met weelderige haardos en stevige kont. Zijn naakte, gespierde lichaam staat gespannen wanneer hij een touw strak aantrekt. De minnaar die de touwtjes stevig in handen heeft. Met aan de andere kant, uit beeld, maar in onze fantasie, zijn gewillige prooi. Ze schildert het werk in roze, groene, blauw en 50 tinten grijs. Minder expliciet, maar even intuïtief en rauw zijn de abstracte schilderijen van Mia Verhaert. Mia maakt experimentele sculpturen op woensdagnamiddag in de afdeling beeldtaalkunst. Vervolgens neemt ze foto's van details van die beelden geselecteerd voor kleur, op kleur en vorm. In Photoshop rukt ze vervolgens het gefotografeerde beeld in stukken uit elkaar en vervormt ze net zo lang tot elke figuratie verdwenen is, maar het beeld daar des te meer vertelt. Soms verknipt ze dan nog deze foto's en plakt ze samen tot een nieuwe collage. Van sculptuur naar foto over collage tot schilderij. Dit alles is slechts een vertrekpunt. Als schilderend begint het echte avontuur, intuïtief zonder dat de reden het beeld kan censureren. Het doek wordt misschien zo een neerslag in verf van het onderbewuste van Mia. En daar gebeurt wel wat. Ze is erg genereus naar de toeschouwer die een complex spel van lijnen, vlakken en heel veel verschillende kleuren mag aanschouwen. Ook Linda Jacobs schuwt de kleuren niet. Haar schilderijen zijn gebaseerd op de beruchte schipbreuk van het Franse fregat Medusa.
die in 1816 op de Atlantische Oceaan zonk. Aan boord was een groot vlot gebouwd, La Machine genoemd, waarop bij het zinken van het schip 149 opvarenden het lijf moesten redden. Vervolgens werden ze door kapitein en officieren zonder voedsel of water aan hun lot overgelaten. Van 7 tot 17 juli dobberde het vlot rond toen ze werden gevonden door het zusterschip Aragon, waar nog 12 mensen in leven. De anderen waren overboord geduwd, verhongerd of opgegeten. Het enige drinkbare was een vat rum. Dat vlotte zal het niet geholpen hebben. Conform de romantiek van de 19e eeuw besloot Géricault tot een grootdoek met een niet zo afschuwelijk, maar des te emotioneel aangrijpende gebeurtenis. Het voor het eerst in zicht komen van de Argus. Het werk geeft vorm aan hoop, de vrijheid nabij en tegelijk een illusie. Maar dat weet alleen de kijker met kennis. Het schilderij zelf laat een palet van gevoelens zien, van wanhoop tot valse hoop. Het schip zelf is nauwelijks zichtbaar, de gevoelens des te meer. Centraal in het verhaal staat het puntje in de verte dat het nauwelijks zichtbare zeil van het reddingsschip toont. Maar de kijker merkt eerst en vooral de hoge golven en de bewolkte lucht op die het vlot omgeven. Daarna ziet hij de opvarenden die met hun gebaren om aandacht vragen, wijzen op het schip en tegelijk de kijker erbij betrekken. De vijandige natuur en de doden die de opvarenden omringen maken het geheel sensationeel. De figuren op het schilderij van Linda zijn niet zo herkenbaar en figuratief uitgewerkt als op het origineel, maar de emoties blijven overeind en worden ondersteund door expressieve penseelvoering en eigenzinnig kleurpalet. Ook Lore Torfs vond haar inspiratie bij oude meesters. Ze maakte schilderijen in clair obscur, een techniek waarbij de licht-donkere contrasten sterker worden uitgebeeld dan ze in werkelijkheid vaak zijn. Ze maakt weinig gebruik van zogenaamde middentonen. Hiermee bereikt ze een dramatisch effect, waarmee driedimensionale vormen worden geaccentueerd. Kunnen we daar achter u zien? De techniek is ontstaan in de Renaissance en vooral in de barok werd het systematisch toegepast. Denk maar aan schilders en schilderessen als Caravaggio, Rembrandt en Artemisia. De schilders gebruiken het licht en donker om de nadruk te leggen op vooral de lichte delen, waarbij de donkere schaduwen naar de achtergrond worden gedrongen. Waar het in de 16e en 17e eeuw gebruikt werd om vooral bijbelse taferelen van de nodige dramatiek te voorzien, is het beeld van Lore minder vroom. Haar vriendinnen die rode wijn kappen bij kaarslicht. Sylvie Balemans tenslotte maakte haar versie van Café Terras bij Nacht uit 1888 van de kunstschilder Vincent van Gogh, misschien wel de beroemdste, eenzame, blanke, getormenteerde mannelijke schilder ooit. Vincent van Gogh brengt zijn nieuwe impressies over het zuiden van Frankrijk naar voren op het schilderij van een café in Arles, dat nu Café van Gogh heet. Ongewild zorgde ervoor dat deze plek bezocht wordt door duizenden toeristen. Sylvie plaatste haar café-terras naar de al even toeristische Rue de Boucher in Brussel. Ook bij haar is het licht het eigenlijke thema van het schilderij. Hoeveel vrouwen zijn er nodig om mij te ontroeren en fier te maken? Vandaag alvast 8. Proficiat. Vrouwen kunnen niet schilderen. Onzin. Lang leven de vrouw, lang leven de vrouw, lang leven de kunst, lang leven de kunst, lang leven de kunst, lang leven de kunst.